Ik ga vertellen over mijn favoriete boek. Nou, favoriete boek, een heel mooi boek wat ik gelezen heb het afgelopen jaar. Is Barbarian Days, A Surfing Life. Door William Finnegan. Het is geschreven door een journalist uit Amerika. Die heeft ook veel geschreven voor de New Yorker. Die heeft eigenlijk altijd een dubbel leven erbij. Naast die oorlogscorrespondent en zo was. Dat hij een surfer was. Hij is opgegroeid in Hawaii. En heeft eigenlijk zijn hele leven daarnaast altijd gesurfd. Waar hij ook was, ging hij altijd surfen. En nu heeft hij uiteindelijk daar een boek over geschreven. Waarin hij eigenlijk zijn leven en zijn surfleven daarnaast uiteenzet. Vanaf eigenlijk zijn geboorte. Op Hawaii is hij geboren. Ja, het is een geweldig boek om te lezen. Omdat hij ten eerste een enorm mooie schrijfstijl heeft. Hij kan echt goed schrijven. Is niet voor niks ook gerenommeerd journalist. En ten tweede is het heel mooi om iemand te zien vertellen over zijn eigen leven. Hoe de ontwikkelingen, hoe hij toen hij jonger was tegen dingen aankeek. Bijvoorbeeld de relatie met zijn vader en hoe hij er later tegen aankeek. En eigenlijk hoe je ook ziet hoe die ontwikkeling van een man, van een mens met waar je wel zorgen over maakt en waar je wel en niet druk over maakt, dat ook hand in hand ging met de manier waarop hij surfde. Welke gevaren kon hij opzoeken. Hè, toen hij nog 20 was, is hij volgens mij 10 jaar de wereld rondgereisd met een vriend op zoek naar te gekke surfspots. Heeft hij ook een paar gevonden. Dus in de jaren 70 hebben we het dan over. Kon je nog Bali ontdekken, bij wijze van. Het is gewoon echt super cool om te lezen en vooral extreem toffe verhalen hoe hij in Portugal op super hoge golven gaat introppen terwijl het al bijna donker is en zo. Ja, dat is echt ook spannend gewoon. Tof boek.